Vandaag testen we bijzondere adventskalenders. We zijn terug in de studio. Lang geleden. Ja, heel lang geleden. Zo lang inderdaad. Geleden. Ja. Zoals vorig jaar gaan we weer adventskalenders uitpakken. In deze video heb ik er 4. Alleen we gaan er nu in deze setting 2 uitpakken. Leuk. Want eentje is nog niet binnen en de andere kunnen we alleen maar thuis doen. Jij weet wel wat ik heb besteld, toch? Of niet? Ja, zeker. Mooi. Dan gaan we beginnen met de eerste en dat is de... Nutella. Nee. Je mag niet op de achterkant kijken trouwens. Niet kijken, niet kijken. Zit er maar één crispy in? Zit er maar één crispy in? Het is deze dus. De M&M 3D Adventskalender. Adventskalender is het. Adventskalender. In het Nederlands is het advent. Dit is de doos. En inderdaad, zoals je al ziet, zit er één pakje crispy in. Ik vind het oprecht. Echt, ik heb deze voor volgens mij rond 14 of 15 euro gekocht. Ik vind het echt eigenlijk een belachelijke... Echt afzetterij? Ja, ik vind het echt een belachelijke kalender. Maar trouwens, vind jij het sowieso niet raar dat gewoon op de achterkant vol in het zicht staat wat erin moet zitten? Ja, als het goed is. Oh, oké. Nou, dat is wel grappig. Dit is de adventkalender, jongens. En op zich, laten we eerlijk zijn voor kinderen... Ik kan hier voelen hoe de sneeuw voelt, zie je dat? Ah ja, dat hebben ze best leuk gedaan. We gaan beginnen met de eerste. Wil jij doen of ik doen? Ik vind het wel leuk. Ja, doe maar. Oh, dat is een heel klein zakje. Is dit het? Er staat een snowball op. Zou het dan een snowball M&M zijn? Oh, zou ze wit zijn? Als je gewoon... Nou, oké, nou, kleur. Ik vind dit dus oprecht wel echt heel lekker M&M's. Want er zit dus, even voor de duidelijkheid, de normale versie, de bruine zak, de gele en de... Wat ga je nou? Ga je 2 of 10? Ga je 16 doen? Ja. Deze lijkt me leuk. En crispy zit er dus in. Kijk! Hey. Peanut pakken. Ah, oh, maar dit is wel een grote zak. Dit is wel een grote zakje. Ik vind wel, zakjes zijn wel leuk. Ja, het zijn leuke zakjes, kijk. Met gold, de golden star, weten dat het gewoon peanut M&M's zijn. You are gold, gold, always believe in your soul. Hier heb je een ster, hier heb je een mannetje. Oh, en die kan je zo neerzetten en dan... Ah, dat is wel weer geinig gedaan. Gaat het gelijk voor 24? Dat is toch helemaal geen... Kijk, het is wel echt een grote crispy. Maar ik vind het wel echt boring dat er maar één crispy in zit. Vind je niet dat ze even een ander soort smaak hadden erin? Ze hebben heel veel smaken. Ze hebben echt best veel smaken en dan doen ze een crispy. Ze hebben brownie, ze hebben wit, ze hebben caramel sea salt. Caramel! Natuurlijk doen we weer een winactie bij deze video. En je kan dus ook deze, onder andere deze zakjes winnen. Later op in de video ga ik de prijsvraag bekendmaken. Gaan we even kijken hoe het er uiteindelijk uitziet, deze kalender. Ja, het is wel schattig. Ik vind het heel erg tegenvallen, mag ik dat zeggen? Ja. Deze is de buit. Ik moet wel zeggen, ik vind de vormgeving wel leuk gedaan. Ik zou er helemaal niks op tegen hebben, mochten er allemaal diverse smaken M&M's zitten. Ja, ik denk dat ze makkelijk iets van 10 tot 20 smaken hebben. Ja, dat is wel leuk en afwisselend. En af en toe een klein zakje en af en toe groot, is ook niet erg. Het is geen verrassend pakket. Ik denk dat kinderen op een gegeven moment, in die kleine zitten een klein zakje. Ja. Dan moeten ze wel heel dol bij M&M's zijn. Ik denk... Alles bij elkaar opgemeten, afgewogen. 2,5 donut. Net geen voldoende. Nee, ik geef dit een matige 2,5. Ja? Ja. Ja. Jezus, je kan ook niks, hè? Klaar mee. Nou, doe eens normaal. Maar gelukkig hebben we natuurlijk meer adventskalenders, dus we gaan door met de volgende. Ja, dat zou je niet verwachten, hè, jongens? Dat had je nooit verwacht, hè, toen je deze video aanklikte dat we patat zouden gaan eten. Een Heinz adventskalender. Hoe uniek is dit? Dit is uniek, toch? Je kan hem volgens mij trouwens ook netjes neerzetten. Ga even doen. Bonus, zie je dat? Leuk toch? Prachtig. Frietje erbij, sausie. Een beetje jammer is dat je al ziet welke sausjes erin zitten. Mag de pret niet drukken, toch? Wat gaan we openmaken? Ik vind het gewoon helemaal geweldig. Mag ik dat een allereerst zeggen? Ja. En ik ben best wel benieuwd naar sommige sausjes, want ik ken ze niet allemaal. Ja, wat ik ook wel nieuwsgierig naar ben, is dat deze sausjes erin zitten. Maar voordat we deze gaan uitpakken, eerst de winactie. Wat je kan winnen is natuurlijk de inhoud van alle adventskalenders of een deel van de adventskalenders die we uitpakken in deze video. Dat gaat wel leuk worden, want dan is het chocola en saus deze keer. Ja, precies. Maar de prijsvraag is de volgende. Als jij een adventskalender mocht maken, voor kerst dus, welke zou dat zijn? Is dat met eten? Of misschien met make-up? Of misschien met hele andere soort producten? Laat het vooral weten. Laat je fantasie de vrije loop. Ik ben heel erg benieuwd. Misschien dat we volgend jaar wel de adventskalender dan gaan maken. Ja, sowieso. Nou, dat denk ik niet. Wil je deze inhoud winnen? Doe mee met de prijsvraag. Dan gaan we nu beginnen met het eerste vakje. Ik krijg het niet eens open. Oh, dat is gewoon een classic hoor. Dat weet ik niet. Ja, dat is een classic. Dit was trouwens een middensegment hoe duur die was. Ja? Ik weet niet meer precies hoe duur die was. Dit gaat nu in beeld komen. Het was niet de goedkoopste die ik in deze video heb. Nummer 2.
Kijk, daar hebben we de eerste saus die we kunnen proberen. Het is namelijk een barbecue saus, volgens mij. Ik ben wel benieuwd. Ik heb dus nog nooit Heinz barbecue saus op. Die kunnen we volgens mij wel in Nederland krijgen. Maar ik ben eigenlijk niet zo fan van barbecue saus. Nee, ook niet. Al moet ik zeggen, soms in pulled chicken vind ik het wel lekker. Ja, hij is ook niet vies, maar hij is wel heel zoet en rokerig. Zoet en rokerig, ja. Vooral. Wat zou ik geven? 2,5. Nou, dacht ik ook. Ik wil zeggen zelfs 2. Nummertje 3. Nummertje 3. Ons favorietje. Garlic saus. Die ken ik eigenlijk ook niet van Heinz. Ik ook niet. Hoe die ruikt. Wel een beetje chemisch, maar ook wel lekker. Ga je daarvoor 2 dan? Dat is normaal, hè? 2 frietjes. Ja, dat is wel lekker voor garlic saus. Ja, een hele zoete garlic saus. Ik wil net zeggen, het is heel zoet. Weet je, hij lijkt een beetje op Papa John's. Ja, precies. Dat zakje wat we toen erbij kregen. Wel lekker op zich. Ik zou zeggen 3 donuts. Ja. Volgende. Ik vind het wel een leuke adventskalender als je van saus houdt. Ja, hij is echt leuk. Als je het elke avond een vakje uitpakt, dan kan je bij je eten doen. Nummer 4. Dit is mayo. Mayo, frietsaus. Ja, dat vind ik dus een... Ja, die kennen we wel, toch? Kennen we wel. Ik wil wel die proberen, dus de mayonaise. Mayo. Ik heb de mayonaise nog nooit geprobeerd van Heinz. Is dat? Is dat tomatensalsa? Ja, spicy tomato salsa. Die gaan we sowieso proberen, jongens. Ik vind dit trouwens echt fijne bakjes. Ja. Vind ik leuk. Ik heb niet zo goed spicy. Oeh, is heel intens spicy. Oeh, het smells very spicy. Ja, het smells very, very spicy. Nee. Beetje muffig ook of zo. Het is echt van die jalapeno smaak die erin zit. Jalapeno. Twee donuts. Ja, ik vind het niet zo. Niet mijn ding. Mag ik nu eindelijk een vak openmaken? Je deed net ook al een vak openmaken. Ik heb te strukkelen met die vakjes. Ik wil gewoon dat het sneller gaat. Oeh. Dat is heel cute. Ja, dat is wel leuk. Kijk, als dit nou een sleutelhanger zou zijn. Kijk, ik kan het zelf doen, hè. Zo'n pop meedragen. Over sleutelhanger gesproken. De volgende adventskalender die we gaan uitpakken. Die is een leuke sleutelhanger. Die is een leuke sleutelhanger, ja. Dit gaat dus in de pot. Ik hoop dat we het dubbele krijgen, want dat zou wel leuk zijn. Want dan kunnen andere mensen dit ook nog testen. Dan gaan we nu voor 7. Kijk, daar komt de mango. Curry mango saus. Oeh, die ruikt wel lekker. Die ruikt een beetje naar curry. Ruikt een beetje naar gevuld eitje. Oh, die ruikt zeker naar een gevuld ei. Maar even een goede doop van de curry mango. Ja, die is wel lekker. Hij is wel een beetje op diarree. Het is wel echt curry en mango vind ik eigenlijk niet echt. Ik vind het meer curry mayonaise saus. Ja, ik vind er wel wat zoets aan zitten. Ja, maar vind je niet dat als je curry en mayo mixt dat je dit krijgt? Ik doe mij een klein beetje denken aan de Amsterdamse uiensaus ook. Heel klein beetje in de verte. Ja, die van... Ja, van... Mannekepis. Ja, die is wel lekker. Geeft het een goede 3,5. Ja, ik vind het wel het lekkerste tot nu toe. Zeker. Ik hoop dat hij er nog een keer erin zit, want het is wel leuk om weg te geven. Even kijken, nummer 8. Kijk jongens. Dijon for men. Dijon for men. En sweet and sour. Ik ben benieuwd, ik ben wel dol op die van de McDonald's, die sweet and sour. Of Dijon for men. Dijon for men. Het ruikt zelfs een beetje naar parfum. Heb je wel eens mosterd parfum op dan? Ja. Nou, die is wel lekker. Ja, zo'n hekel mosterd. Ja, dat is echt lekker. Ik vind mosterd echt door iets heen lekker, maar zo met, puur. Oh, ja, lekker deze. Ik vind het heel lekker. Niet te hachelen. 4 donuts. Ik geef het een 1. Nee, dat slaat nergens op. Nou, de sweet and sour, schat. De sweet and sour. Beetje enthousiast graag, hè? Ik heb die van een McDonald's. Die jij lekker vindt. Nou. Jawel. Ik vind het eigenlijk niet zo blijk. Ik vind deze een beetje chemisch. Heinz maakt die. Hij is echt anders. Het is die die bij de Kim Lucas krijgt. Niet. Ja, hij is maakt andere. Die. Dat hou ik mezelf misschien voor de gek, maar ik vind hem echt anders. Nou, weet ik ook niet. Ik ben niet van maken. Nee. Ik zou deze 2,5 dunk geven. Ja, ik vind het niet zo bijzonder. Nou, ik zou hem 3 eigenlijk geven. 3. Nee, ik vind hem niet lekker. Ik vind hem chemisch. Voor jou chemisch. Als het goed is, hebben we ze nu bijna allemaal gehad. Behalve de mayo. Kom maar, doe het al. Dat is heel lastig met die dikke vingers. Dijon for men. Ga je hem nog laten zien? Is Rick? Hij is mayonaise. Hij is mayo. Ik ben dol op mayo. Kijk, nu gaan we op een herhaling. Ik denk dat ze er allemaal nog een keertje in zitten, heel eerlijk gezegd. Kom, we gaan ze allemaal openmaken. Kijk, ja, ik heb hem. Wat? Ik heb hem. Sweet and sour. Dit is een. Oeh. Waarom doe je niet 2? Ik doe er 2. Lekkere mayo, hè? Ja, die is wel echt lekker. Lekker warm, lekker zuurig. Dit is echt een beetje die Franse mayo. Ik vind dit de lekkerste persoonlijk, maar ja goed. Een beetje saai. Gewoon basic dingen zijn ook gewoon hartstikke goed. Ja, ik krijg in principe alle saus 2 keer. Als ik het zo zie. Deze adventskalender is
20 euro, 6 euro of 7 euro per cent kost omdat hij uit Duitsland komt. Voor 20 euro vind ik het best een leuke adventskalender. Ja, ik denk als je doel bent op zout is het gewoon geweldig. En het is een keer eens wat anders dan chocola. Toch? Ja, zeker. Ik vind het leuk. Ik zou zeggen, kijk, natuurlijk kan je voor hetzelfde geld 20 euro veel meer saus krijgen als je gewoon in de grote tube koopt. Ja, maar dan is het geen verrassing meer. Dat is geen verrassing meer. Ik zou dit als adventskalender 3,5 deun geven. Ja, je hebt helemaal een leuk voorraadje aan saus ook thuis. Precies. Ja, wat geef jij eigenlijk? Ik geef het een 4 donuts. 4? Ik vind het leuk. Wat gaf jij dan? 3,5. Oh nee, ik vond het echt leuk. Ik vind gewoon, als iets zo uniek is, daar hou ik gewoon van. Ja, het is wel echt een unieke adventskalender. Ik ga mee met je meer 4. De Nutella adventskalender. Oprecht de leukste tot nu toe, vind ik. Hoe die eruit ziet. Was er vorig jaar ook eentje, of niet? Weet ja, deze was er vorig jaar al, maar ik kon, kon hem niet krijgen helaas. Ja. Dus ik heb hem nu in Duitsland gekocht bij Amazon voor 40 euro, dacht ik. Het is wel een prijzig kalender. Het is een prijzig kalender, maar bij deze kalender is het wel leuk dat er niet alleen eten in zit. Er zitten ook allemaal goodies van Nutella in. We gaan het zelf niet houden. We gaan alleen kijken of het... Ja, niet houden. Nou, misschien iets. Gewoon een sleutelhangertje, toch? Een sleutelhangertje of een sokje. Of... Oh, het sokken? Ik vind het heel leuk. Leuk vormgegeven. Mm-hmm. En ja, gewoon creatief. Ja. De voorkant en de achterkant hebben allemaal vakjes. Bij deze wel beginnen bij één, hè? Want ja, het is wel echt. Je hebt grote vakjes, kleine vakjes. Stop ze in je wasmachine. Laat me lekker draaien. Een Snoopy. En een kerstvormgeving. Oh, kijk. Nou, dit is wel gelijk een stuk beter als die M&M, hè? Wel heel schattig. Ziet er heel leuk uit deze. Dit zijn van die koekjes. Hebben die wel? Die hebben we eens op volgens mij, toch? Of ben ja, je volgens gek? Mij wel. Weer eentje testen, toch? Zit er sowieso nog wel een keertje in, denk ik. Oh ja, het zijn inderdaad die koekjes. Nou ja, laat het voor de vorm even lekker testen. Kijk. Dat is wel heel schattig. Zo ziet het eruit. Volgens mij kan je deze ook krijgen in de supermarkt. Die heb ik al eens een keer getest. Oh, het ruikt echt naar Nutella. Oeh, ja. Het is Nutella. Ja, lekker. Ja. Ook leuk dat er drieën zitten. Ja. Nummer 2. Wat zo leuk is het om mag te rijden. Ja, vind ik ook leuk. Oh, dat is een klein vakje. Mag jij doen? Ah, die is cute. Oh, dat is amazing. Maar die is echt leuk. Kijk jongens, dit is toch geweldig. En een hartje eraan. Oh, alles hebben ze ooit gewild. Gedetailleerd hebben ze het wel echt leuk gedaan. Nee. Dit wordt een grote jongens. Kijk, daar gaan we. Ik ga deze doen. Mag dat? Ja maar, als het je lukt. Hoezo? Omdat ik dikke vingers heb? Wow. Oh, leuk. Leuk. Auw. Oh. Ze hebben wel uitgepakt, hè? Maar ook allemaal wel echt in het thema. Want moet je kijken, dit is ook dezelfde vormgeving weer. Volgens mij, aan de ene kant zitten de stokjes, aan de andere kant zijn de Nutella. Stokjes? Ja, stokjes. Hier, kijk. Zijn ja, stokjes. Ja, het zijn stokjes. Bij soepstengels. Als er nog eentje in zit, gaan we hem zelf proberen. Maar voor nee, joh, dat is toch gewoon Nutella met een stokje? Ja, maar dan wil ik. Dan moeten we het proberen. Dit is toch een video waarin we testen? Oh, maar ik vind het wel heel erg leuk. Dus mag ik dat zeggen? Ja, het is echt een hele leuke. Echt een verrassing. Ja. Wat is het? Oh, is dat die hippo of zo? Ja, denk het, ja. Ja, deze hebben we wel eens op. Die vond ik wel op zich aardig. Nummer 5. Nummer 5. Mag ik niet zeggen, staafje? Is dat weer niet goed? Oh, weer een... Is dat echt zo? Huh? Dan krijg je het achter... Oh, dat vind ik wel een beetje... Twee dagen achter elkaar hetzelfde. Ja. Dan zit je dadelijk in het weekend of zo en dan denk je van ja. Hier is zo'n staaf. Oh, een Nutella potje. Oh, schattig. Dat is wel cute, maar ik vind dit wel een beetje saai. Dit kan je bij het kerstontbijt leggen. Ja, dat is wel weer leuk. Als ze er meer in hebben zitten, dat is wel leuk voor het kerstontbijt. Iedereen op de tafel vechten voor deze. Ja. Ik vind het wel vervelend dat ik elke keer die zijkanten zie. Hé, hey, nog één. Nou, dus geen vechten meer tijdens het ontbijt. Hoezo? Hoeveel mensen denk je dat erbij... Ja, voor ons. Maar wij hebben alleen Freek nog. En die mag geen chocola. Wat ik in gedachten hou als ik deze kalenders uitpak, is dat kinderen dit leuk vinden. Mm-hmm. Kijk, natuurlijk is het voor een volwassene ook hartstikke leuk. Maar... Sorry, ik vind het heerlijk om uit te pakken. Ja, eigenlijk waar heb ik het over? Het is inderdaad geweldig. Laten we heel eerlijk zijn, dat wij nu volwassen zijn en dat ik het geld heb om dit uit te kunnen pakken voor een video, is geweldig. Dit is toch als kind echt een droom, dat je gewoon dingen mag uitpakken. Ik denk ook niet dat ik snel een kalender van 40 euro had gekregen weer. De koekjes. Kijk. Ja, dat is mooi. Hé, een andere verpakking. Hè? Hij heeft nu een kerstmannetje erop zitten. Nee. Je had normaal gesproken is je niet in één keer openmaken. Dat is zo'n grote. Huh? Een card game. Een card game. Oh, dat is wel heel grappig. Dat is wel heel leuk. Ah, hij zat hier vast. Wauw. Ah, dat is wel grappig. Maar is dit dan een... Oh, dit is echt een speciaal card game. Als in, het is niet... Is het niet een Uno-achtig iets? Ja, dat zou kunnen, ja. Het lijkt wel op een Uno. In het Frans en in het Duits. Nou. Wat kan jij? Een van deze twee? Nee, kan ik echt niet.
Oh, dit is wel heel leuk gedaan. Heel leuk, ja. Oh. He, dit is wel heel grappig gedaan. Geweldig. Je kunt het natuurlijk bij die Google Translate app houden en dan weet je gewoon hoe je het moet spelen. Ja, ja. Nee, maar ik bedoel, het is uniek dat ze allemaal branded dingen hebben gedaan van Nutella zelf, maar dan ook echt een kaartjespel. Ze hebben een sleutelhanger erin zitten. Er zit volgens mij nog iets in, dacht ik. Oh, ik ga hem niet aan de zijkant kijken. Oh. Ja, ik vond het net leuk, maar nu vind ik het een beetje saai worden. Geintje. Nee, Elf zit hier. Elf wel zit kijken, schat. Oh, schat, nu ga je weer te snel. Dat is niet een verrassing. Het zijn weer de koekjes. Oké, het begint nu wel een herhaling te worden. Vind ik nog steeds leuk, hoor. Vind ik nog steeds leuk. Nou, hebben we de hippo weer. Die hebben we echt getest, toch? Anders moeten we het nog testen. Die hebben we al gegeten. Ja, die kennen we al echt, ja. Ja, niet doen. Nee, nee. Waarom wil je alles opeten? Omdat mensen wel willen weten of dat erin zit. Oké, okay. Dat is geen hippo. Nee, zie je? Had je niet geweten. Hippo is van kinder, volgens mij. Een droog koekje met Nutella. 12, 13. Ja, ik denk dat ik al weet wat erin zit. Yay, Nutella! Ja, nu heb je echt genoeg voor de hele familie. Nutella! Hey. Hippo! Nee, dit is geen hippo. Maar wel hetzelfde. Bayou! Hey. Nou, ik ben wel een beetje klaar met al diezelfde pakjes. Ik vind het een beetje boring. Laten we gewoon even gelijk hup doorgaan. Kijk, nog één. Hey, die kunnen we nu wel testen. Gaan we het doen? Ja. Nu? Dan gaan we. Stokjes. Nutella. Nutella. Zou je het vroeger zeker op school open gaan? Huh? Nee. Dit is raar. De bodem houdt hier op. Je kan hem niet verder erin steken. Je zou toch verwachten dat het helemaal tot aan de onderkant zit? Het is een scam. Voel je? Het is wel heel veel. Voel eens. Gaas, het is hand, wel heel veel. Hand, nee, het is hand. Al heel veel, dus je hebt ook niet meer nodig dan dit. Ja, maar ik vind het toch een scam. Nou, soepstengel met Nutella. Deze hebben we overgemaakt. Nee! Huh? Dat is leuk. Wat is dit? Doe je daarmee? Een koekje? Koekje. Dan kan je hier namelijk een beetje Nutella doen. Goed over nagedacht. Ik zou het nooit van mijn leven gebruiken, maar... Ja, ik bak überhaupt nooit. Je staat nooit in de keuken. De enige keer dat jij in de keuken staat is om te zeggen, de keizer kan opentrekken. Hebben we nog wat te eten? Dat is het enige wanneer jij in de keuken staat. Elke dag, hè? Wat is dit? Het is helemaal niet iets anders. Koekjes. Je loog tegen mij dat het iets anders alsof was. Ik een kind was. 19. Nog eentje. Nog hippo. Nu het klapstuk. Kijk. Die zijn wel echt leuk. Dit zijn... Ik vind hem eigenlijk helemaal niet zo leuk. Ik had deze liever gewild dan de laatste. Ik had verwacht eigenlijk dat er van die potten op zouden staan. Die staan er helemaal niet op, of wel? Of staat het aan de onderkant of zo? Nee. Oh, jawel. Ja, er staat wel een pot op. Er staat wel een pot op. Ben je minder enthousiast? Of ben je enthousiast? Ik vind het een hele leuke adventkalender. Ja, toch? Ik ben denk ik een beetje ingekakt van al die Nutella. Want dit is uiteindelijk de buit, toch? Nee, hier heb ik nog heel veel meer, hoor. En ook echt grote dingen die je krijgt. Ja, het zijn wel... niet? Ja, en een card game. En sokken. En een sleutelhanger. En een cookievorm. Ik weet dan wat voor cijfer ik ga geven. Ja? Ja, weet je echt? Huh? Want wat vind je van de adventskalender zelf om het uit te pakken? Het is best een leuk ding, heel toch? Heel leuk, ja. Ik vind wel sommige vakken, dus ik denk twee keer dezelfde dingen achter elkaar, vind ik wat minder. Daar hadden ze wel wat beter over na kunnen denken. Een beetje afwisseling. Maar ja, wat vind je dit als eindcijfer? Ik geef het een volle 5. Ja? Ja, 5 van 5? Ook, vind je het ook 40 euro waard? Ja. Ja? Ik vind de ervaring leuk. Je krijgt echt leuke... Ja, je krijgt wel veel leuke dingen, productjes erin. Ja. Het is ook allemaal Christmas branding. Ja, het is geen M&M kalender waarbij ze gewoon de zakjes erin gooien. En bij de laatste niet eens een speciale editie erin gooien. Dus we gaan voor 5 donuts? Ik ga voor 5. Ik weet niet of jij ook voor 5 gaat. Ga ik ook mee voor 5. Hier wilde ik een Chupa Chup adventskalender uitpakken. Helaas is die nog niet binnengekomen. Dus wellicht in de volgende video dat die er wel in zit. Ik heb een kleine toegift voor jullie. Het is er eentje van de Action. Die gaan we nu unboxen. Tijdens de opname van deze video kwamen we deze nog tegen bij de Action. Dus ik dacht, ik ga deze toch ook even snel proberen. Het is namelijk maar 3 euro. Ik ben benieuwd wat hierin zit. Dan krijg ik het er niet uit. Kijk. Een chocolaatje. Kijk wat het is. Hard chocola. Gaan we gelijk voor de grote. Kijk, hij gaat een beetje snel kapot. Dit is dag 24. Ja, hier zit wel een Malteser in. Kijk, zie je? Even wat makkelijker voor mezelf maken. Ja, kijk jongens, het zijn gewoon allemaal chocolaatjes, maar dan
gewoon gevulde chocolaatjes. Er zit geen vulling in of iets. Wat wel weer leuk is, dat je allemaal kleine vakjes erbij krijgt. Maar het is geen echte Malteser. Als je denkt van ik hou van Malteser, dan ben je eigenlijk alleen op dag 24. Dat je denkt, yeah, ik heb Malteser. Flimsy ding voor 3 euro. Misschien leuk voor een kind. Ik vind hem erg teleurstellend. Ik zou dit 2 donuts geven. 1 donut zelfs. Ik vind niks. Mogelijk ding. Wil je de overige inhoud van de adventskalenders ontvangen? Doe mee met de winactie. Tot volgende week.